Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik moet even testen of dit werkt. Ik weet niet of dit gaat werken. Oh, yes! Het werkt. Oké. Oké, dat was te lang. Hold up. Weet ik dat ook weer? Oké, die had ik namelijk voorbereid. Because I don't want to take hours writing, want ik heb een dyslexie. Zijn rampzalig. Zo. Daarmee gaan wij de stad in. Is David is aanwezig? Oh, ik krijg al berichtjes terug. Dat is goed. Oké. Hey Sayan. What you doing? Flitsmeister? Huh. Interesting. Hey Jane. Hi. Wacht even hoor. Je moet even je telefoon vastpakken en weer weg. Nou, ze hoe is het ermee? Wapens pakken. Ja, mag ik proberen, maar dan stop ik jullie. Gaat ie? En jij wel, Cody. Weet je? Zin in vandaag? Ja, ik vind het al heel spannend. Komt goed. Ik ga even omkleden, ja? Ja, is goed. Ja. Nou, dan gaan we... dan gaan we even naar boven. En, maar ik snap niet dat zij nog een IBT pakje aan heeft. Van... I have stressed! I am so stressed! Gaan we eerst theorie in het leslokaal doen? Yes. Oké. Okay. En dan daarna gaan we naar de training ground, of? Dat is... ja, dat denk ik wel. Wel het handigste? Ja, dan kunnen we even... Even zodra ik ook een aparte porto afspreken voor de training. Ja. Ik Oh! I'm scared! Dan kunnen altijd weer mensen... Oké, dan moet ik even kijken. Oh, mijn hart of gaat tekeer, mensen. Ja, ik moet hem ook nog even pakken. Het is net een echte toets op school. Help! Ik heb hem er ondertussen bij. Heb je geleerd? Ongeveer, maar ik ga hier dingen leren die ik niet kon leren. Oké, fantastisch. Oké, voor Jane, ik kijk alleen mee met Geert hoe de training verloopt. Omdat ik nu inspecteur ben. Vanaf wanneer mocht je ook weer training geven? Vanaf inspecteur. Vanaf inspecteur. Toch? Ja, inspecteur. Vanaf, dat ik meeloop. Ik heb promotie gehad. Dus vandaar dat ik meeloop. Congrats! Dankjewel. Nice! Nu jij nog.
Dan ja. Is het helemaal top. Komt goed, geen stress. Nerveuze lach. Maar oké, als jij... Jij kan ook je politiehandleiding vinden trouwens. Of het heet Handboek Politie Beverdijk. Die staat bij... die staat digitaal bij ons politiekanaal in de buurt app. Ik denk dat ze die heel goed doorgelezen heeft. Dus ik denk dat ze weet waar die staat. Maar weet ik niet heel zeker hoor. Politie-info, dan helemaal naar boven scrollen. En dan staat daar een link. Maybe. Maar ik vind het nog wel lastig met dyslexie. Snappen we. Kom goed. Heb je hem? Ja. Kijk eens aan. Oké, fantastisch. Voorbereid joh, niet normaal. Als je een tweede netvlies hebt, is het handig om die daarop te zetten, want ik ga nogal wat dingen voorlezen eruit. Je begint bij de rangen van alle rangen en daar staat ook wat je erbij doet en welke specialisaties je ervan kan kiezen. Elke rang omhoog krijg je 1 specialisatiepunt en die mag je dan uitgeven aan een specialisatie die je van die rang krijgt of een rang ervoor. Hallo? Wat? Sorry. Ik we gaan eerst eens even naar het trainingsterrein doen. Wat ja, jij... dat is goed. Nou, daar gaan we. Oké. Waarom ben ik zo nerveus? Oh, dit is echt erg. It's just... I really do not want to fail. Ik heb een basistraining heb gegeven. Ja, dat is een aardig tijdje geleden inderdaad. Ze hebben allemaal nodig. Instappen. Oh, Vito met 3 puntjes. Vito. Jane mag wel voorin. Succes met je training. Thanks. Vito. Instijgen. Ik weet niet of dat correct Duits is, maar het zal. Instijgen. Oh, ik ga... Oh, dat is heel knap. Ik ben Hans Klok, zo noemen ze me ook soms wel. Soms gaat gewoon de zijdeur open, maar deze man doet gewoon even de linker achterdeur open. Ah, ik had open. Even zin om te klimmen. Gaat goed. Moet ik anders rijden? Weet je nog wat er de vorige keer gebeurde? Ja. Oh, het ziet er ook heel fantastisch uit bij mij. Ja, ik zie het niet, zeg maar. Oh nee, daar is het niet meer. Oh, het is er weer. Oh ja, het is er weer, Stefan. Alleen heeft niet zo'n goede remmen. Maar waarom rij je überhaupt deze kant op? Ik weet niet of jij weet waar het trainingsterrein is, maar... Ja, hierheen. Ik weet heus wel waar ik naartoe rij. Oké. We zullen zien! Rijopleiding. Jee. Kijk hoe goed het gaat. Je klinkt erg enthousiast, Geert. Ja, ik ben zo excited. Ik kan dat het daarom niet! Oh, mag ik alsjeblieft in een rode auto rijden? Waarom wil jij zo graag nog weer in een rode Omdat auto ik het beste rijden? Kan rijden. Ik word hier bloednerveus okay, van. Auto. Niet achteruit in parkeren, nee. Dan ga ik wel in een B-klasse. Oké, dan mag jij mij nu Prio 3 volgen. Oké, Prio 3 is geen... Oh. Okay. Laat die maar even. Het is overigens wel politietrainingsterrein, dus als iemand hier opkomt, dan mag die aangehouden worden voor inbraak. Ja, ze moeten hier oppassen, joh. Ik ook, ik wil niet op hem knallen. Oh! Ik kan één tip, hè. Maak minder tikstuurbewegingen. Als je een beetje scheef rijdt, maakt niet uit. Ja, oké. Goed, dus geven voor stoplicht en doen we overigens niet meer, want... Dat is broodje client-sided. En gaan Deze we nu prio 2. Deze gaat echt weer zo hard. Yep. Oh god, dat was het ook alweer. Wat zei die? Prio 2, maar ik weet niet welke versie van prio 2. Prio 2 is maar één versie van, lief gehad. Ja, maar je hebt met en zonder. Oh zo, ja, je hebt dan... Yeah. Op de kruispunten kan je ze dan aanzetten. Okay. Kan je nog één keer de prio herhalen? Prio 2.
Altijd als je ter plaatse komt, altijd gelijk sirene uit. Oké. Okay. Anders hebben mensen last van hun oren. Ja, snap ik. Je kan wel gewoon je zwaailicht aanhouden. Oh, daar ging ik bijna. Oh, oké. Okay. Mooi. Geert, fantastisch. Jij hebt duct tape en een pleister nodig, of ja. niet? Ja. Nou, geen pleister, maar duct tape sowieso. Zullen we even wacht plakken even. Dan? Oké. Nu gaan we even een scenariootje doen. Er gaat iets gebeuren hier. Oh. En ik wil gewoon even zien hoe jij daarop reageert. Je kan nog niet per se iets goed of fout doen. Ga je wel een beetje uitleg geven nog over wapenstok met deze, wanneer en hoe je dat inzet. Oké. Okay. Je wapenstok die gebruik je bij als er grote groepen mensen aan het vechten zijn en je wil ze uit elkaar halen. Dan is het best om de wapenstok te gebruiken, want je kan niet iedereen één voor één gaan tegen. Daar heb je gewoon dat nee, snap gaat ik. Gewoon niet worden. We hebben trouwens een test mee. Als ik getaserd word, dan is er niks aan de hand met mij. Ja. Dan weet okay. je het vast. Oké. Okay. Wel met de wapenstok. Zo... Die is wel echt. Ja, de wapenstok is wel echt. Daar moet je even mee oppassen. Maar nou ja, dat gebruik je dus als een grote groep mensen aan het vechten zijn. Je slaat altijd op de knieën, ook al ziet dat er niet zo uit in de stad. Ja, dat is de wapenstok. Ja, de taser. De taser gebruik je bij vluchtende verdachten of agressieve verdachten. Dus als er één of twee mensen... als er één iemand heel agressief naar jou doet... Dan kun je hem taseren. Of als de persoon probeert weg te komen, dan kun je hem ook taseren. Je kunt natuurlijk niet iemand door de ruit van een auto heen taseren, maar dat lijkt logisch. Ja. Yeah. Nou ja, dat is voor straks als we zo meteen vuurwapentraining gaan doen. Bij een honkbalknuppel, een mes, alle dodelijke wapens pak je direct je vuurwapen. Ga je niet eerst naar taser. Je moet gewoon je eigen leven staat voorop diegene van de ander. Ook al klinkt het een beetje raar. Klinkt hard, maar op dat soort momenten moet je voor jezelf kiezen. Het is jij of ik. Okay. En ik snap heel goed dat sommige mensen zijn best wel zo van, ik zou mijn leven ervoor willen geven. Maar je kunt je taser gewoon niet vertrouwen met je leven. Want stel je voor, je raakt een los t-shirt of zo. Of dat ding maakt voor een of andere reden geen goede connectie. Mis. Precies. Dan is dat gewoon levensgevaarlijk. En dan kan het de tijd kosten tussen een switchen van je taser naar je vuurwapen gewoon te groot zijn. En dan kan het heel slecht aflopen voor jou. En daar heb ik helemaal geen zin in, Jane. Precies. En stel je voor, je hebt een collega erbij. En dan kan hij natuurlijk vuurlijn houden en dan pak jij de taser of andersom. Dan is het geen probleem, want die andere kan dan voor jou switchen naar je vuurwapen. Want hij heeft al vuurlijn gericht. Je tapet ook niet in de regen, wat ik een beetje bullshit vind. Maar doe het maar niet, want anders krijgen we gezeik van. Of als mensen in de plas water liggen of zo. Dan ja. Dan. Van mij mag je, maar je kan reacties verwachten. Ja, je krijgt houden. Er waarschijnlijk gezeik van, dus doe het maar niet. Terwijl het gewoon kan, maar eigenlijk, maar hè? Maar ja. Dan ga ik daar even heen iets doms doen. Moet ik anders, of ga jij... Ja, ik heb een beetje in mijn hoofd wat ik ga speel doen, op maar ik weet niet wat jij gaat doen. Wacht. Ja, dat... Dan weet ik niet wat jij gaat doen. Super nerveus! OC voor de 52-45. 52-45, zegt u het maar. De eigenaar van de winkel zegt dat hij af en toe agressief doet en wat aan het schelden is. Maar prio 1 zonder toestemming. Um, 52-45 status 2. Ja, begrepen. Status 3. Hoogte, begrepen.
Jij hebt die bril gekocht. Nee, helemaal staat er op een prijskaartje 10 euro. Hallo heren. Nee, en staat oh, fijn. Op ga je politie bellen, ja? Ben je zo triest? Ja, ik heb politie gebeld. Want je zit een beetje erop te schelden. Ben je zo triest? Ja, jij zegt tegen mij 5 euro. Nou, dan moet ik ineens 10 euro betalen, je zak. Wie heeft de melding gemaakt? Ja, die sukkel daarachter, ja. Oké, meneer, graag afstand houden. Ik ga heel veel met die meneer spreken. Ik kom zo bij u terug. Ja, het zal allemaal wel. Kunt u mij vertellen wat er gebeurd is? Ja, kijk, ik ben hier gewoon even rustig zonnebril aan het verkopen. Rustig, en dan komen we opeens zo'n halve gara aan daar. En die zegt, hoeveel kost die bril? Ik zeg, die kost 10 euro. En nou heeft hij hem gekocht en er op zijn bonnetje staat 10 euro. Meneer, laat het alsjeblieft niet zijn eerste naam doen. Jij hebt helemaal geen 10 euro gezegd, jij zak. Ik heb zeker wel 10 euro gezegd. Oh my god, dat moet ik doen. Nee, je hebt 5 gezegd tegen mij. Nou moet ik ineens de volle mik betalen. Nee, dat staat op het kaartje. Meneer, graag afstand. Je stikt erin. Ik ga maar. Meneer, ik ga geen 10 euro betalen. Nu graag afstand. Ja, nee, ik ben het er niet mee eens. Nee, ga daar stil in het hoekje staan, jongen. Hé, 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 hoe je vechten met mij? Oh, hé. Hey. Yo, wat een halve graden, jongen. Graag daar blijven staan, ik kom zo bij u. Ja, het zal allemaal wel. Zak, zegt hij eerst 5 euro en nou is het ineens dikke mik. Dus zij heeft hem gekocht en er stond 10 euro op zijn bonnetje. En zegt, nee, jij zegt hij was 5 euro. Nee, meneer, ik heb gewoon duidelijk gezegd. Die zonnebril was 10 euro. En nou gaat hij er helemaal moeilijk over doen. Hij zit te schelden. En hij heeft een beetje met die vuilniszak daar zit te schoppen. En ik wil gewoon weg hebben hier. Hé! Hey. Meneer, zie je het laat weer? Mij dat alsjeblieft handen. Ik handel dit, meneer. Hier. Gooi het er gelijk maar in. Ja, gat. Heb nu al die vuilnis over mijn zonnebrillen heen gekwakt? Ik ben echt God, nu wat ik doen? Van de pier af. Wegwezen jij. Weg, graag afstand houden van elkaar. Weg, wegwezen. Meneer, wilt u alsjeblieft van de winkel wegkomen? Wat een stinkwinkel zeg. Baba. Meneer, nooit meer wat bij jou. Even deze kant op. Nee, het is eerst zeggen dat het 5 euro is en nou is het dikke meneer, ik wil graag even met jou praten. Jij bent zo'n vieze scammer. Keer is 15 euro. Jij bent zo'n vieze scammer, zeggen ze. Weg jij. Weg. Heren, graag afstand van elkaar. Ik ga niet weg voor jou, nee. Nee. Zeg nog één keer, als je die bij de 15 euro wegzet, dan heb je echt een groot probleem, hè? Nee, je zoekt het maar uit. Nou, weet je het zeker? Afstand. Hier. Oké, nou heb je het gedaan. Oh my god, dan. Moet ik nu een wapenstick pakken? Ja, jezus. Hier. Hier, jongen. Lul, Hannes. Afstand. Oké, nu rent hij er vandoor, dus nu moet ik... Pak je taser, verdomme. Taser! Dat is een brandblusser! Meneer, staan blijven! Oh. Ik hou hem niet bij op die manier. Staan blijven! Liggen blijven! En dan om nu. Daar heb je hem hoor, de lulhandes van de maand. Meneer, graag afstand. Thuis. Oh, ja. Ja, word ik nu aangehouden, ja. Oké, einde casus, mooi. Mag je me weer loslaten? Oké. Man, stinkbrillen verkopen, joh. Oh, ik heb nog boeien om. Dit is heel prettig. Oh. Nou. Ja, die... Oh, ja. Nu dan? Nu is het helemaal fantastisch. Kom maar even mee. Geert, moet jij niet eventjes... ja, ik doe even bij de autopleister. Ja. Een beetje hard geslagen. Ja, ik voel me niet zo... Ja, sorry, ik ben nog niet zo snel met dingen switchen. Oh god! Oké, hoe voel je het zelf gaan? Ik vind het heel moeilijk om
ja, de overhand proberen te houden, zeg maar. Het is natuurlijk lastig wanneer ja, ja, grijp je hardhandig in. Wanneer is de grens? Je had het eerder mogen doen. Dat klopt. Met eigenlijk de wapenstok. Al bij die, terwijl ik bij toen, die tweede... toen ik hem stond te slaan, had je mij eigenlijk al een flinke klap mogen geven. Ja, ja, ik had ruzie met de wapenstok al gepakt. Je had al toen een van ons kunnen taseren. Dan was het eigenlijk ook al een beetje... Mm-hmm. Dan was het ook al opgebroken. En dan hadden ze ook wel iets... kan het ook wel een beetje het effect hebben van... Oké, okay, nu ze bedoelt wel dit echt serieus. Dit kan niet meer. Natuurlijk ook, is een beetje flauw nu, want je hebt geen andere collega's die je kunnen ondersteunen. Je moet twee agenten, twee normaal personen opbreken. Normaal eigenlijk altijd in koppel. Precies. Altijd, eigenlijk moet je hier dan ook iemand extra mee hebben. Tijdens een aanhouding mag je nooit alleen doen, aanhouding eigenlijk. Dat is eigenlijk niet, nee, tenzij een noodsituatie. Omdat... als jij in je eentje bent, kan je heel moeilijk een persoon onder controle houden die bijvoorbeeld op de grond ligt. Je kan hem moeilijker overmeesteren en dat kan met dat twee klopt. Personen En dat beter. Is even een volgend punt voor mij. Ik vond het echt best wel goed gaan. Je had inderdaad wel wat eerder de ons mogen... Eigenlijk bij die eerste keer... Je had eigenlijk mij een flinke tik mogen verkopen. Ja, eigenlijk bij die eerste keer dat hij terug kwam lopen naar mij toe, had je al wel hem even... misschien al zelfs wel even in de boeien mogen zetten en ergens neer mogen pleuren. Of een tik mogen geven van nu moet je echt stappen met terugkomen. Ik denk dat dat beter is. Okay. Je was nu in je eentje anders dan gaan beide agenten met personen in gesprek. Dus dat is een verschil. Ja.